Ja, beste mensen, we gaan vier verwerkers bespreken van het systeembord. De eerste verwerker, dat wordt de inverter. Hier zien we het signaal. En we gaan hem ook meteen even aansluiten. Inverter heeft hier een ingangssignaal. Die sluiten we aan op een drukschakelaar. En de uitgang van het inverter sluiten we aan op een ledje. En zie wat er gebeurt. Druk de drukschakelaar niet in en de led gaat aan. En als ik de drukschakelaar wel indruk, gaat de led uit. De inverter draait het signaal dus om. Daar hoort dan ook een waarheidstabel bij en die ziet er als volgt uit. Ingang 0, uitgang 1. Ingang 1 wordt de uitgang 0. Dat is een makkelijke. Symbool moet je kennen. De werking ook. De tweede, dat is de offboard. De offboard, een eenvoudige verwerker. En de offboard die heeft twee ingangen, nummer 1 en nummer 2. Dus dan kan ik hier twee verschillende sensoren of drukschakelaars op aansluiten. En hij heeft één uitgang. Offboard, ik sluit hem aan op een ledje. Als volgt. Ik druk één drukschakelaar in en de led gaat aan. Ik druk de andere drukschakelaar in, de led gaat aan. Ik druk ze allebei in en de led gaat aan. Ik druk ze allebei niet in, de led gaat niet aan. Hier hoort dus de volgende waarheidstabel bij. Of de ene ingang is hoog, of de andere ingang is hoog, of ze zijn allebei hoog. En het uitgangssignaal is ook hoog. Nummertje 3. Dat is de N-poort. Die zit hiernaast. Het symbool met een N-teken erin. Twee ingangen en één uitgang. Ik sluit ze aan op. Kijk, blijven zitten. De led. Nou eens even kijken. Ik druk de eerste drukschakelaar in. Er gebeurt niets met de led. Ik druk de tweede drukschakelaar in. Er gebeurt niets met de led. Ik druk ze allebei in en dan gaat hij branden. Ik druk ze allebei niet in. Hij gaat niet branden. Dus voor een N-poort moeten beide signalen hoog zijn. En de waarheidstabel die hierbij hoort is dan ook als volgt. En alleen bij ingang 1 en bij ingang 2 en 1, dan zal de uitgang ook een hoog signaal 1 geven. En nummertje 4, de comparator. De comparator die hebben we ook op het bord zitten hier. En de comparator is ietsje ingewikkelder. De comparator die gaat een spanning vergelijken. Er zit hier een referentieschakelaar zit erop. Die kan ik variëren van 0 volt naar 5 volt. Ik kan hem bijvoorbeeld instellen hier op 2 volt. Nou, ik ga er een spanning in stoppen met behulp van de variabele spanning. Die sluit ik hier aan op de ingang en de uitgang sluiten we aan op een zoemer. Oh, wat een slecht idee. Goed. We gaan kijken, wat gebeurt er? Als de ingangsspanning 0 is, dan is die lager dan de ingestelde waarde van 2 volt, de referentiespanning. Dan gaat de zoomer niet aan. Als ik hem instel op 1 volt, dan gaat hij niet aan. Als ik hem instel op 2 volt, dan gaat hij wel aan. En alles daarboven zal de zoomer ook aangaan. Dus dat betekent een comparator die vergelijkt inkomende signaal met een ingestelde waarde. En als die waarde gelijk is of hoger, dan zal het uitgangssignaal hoog zijn en anders is het uitgangssignaal laag. Werkt het ook met een drukschakelaar? Ja, dat kan wel. Dat is een beetje saai. Een drukschakelaar is of 0 of 5 volt. Klaar met de zoomer. Even op een lampje. Nu is het ingangssignaal is 0, dat is lager dan 2, dus een lampje brandt niet. Als ik de drukschakelaar indruk, dan komt er een 5 volt signaal, gaat de comparator in. Ja, dat is hoger dan 2, en dan wordt het uitgangssignaal van de comparator dus ook hoog. Dankjewel voor het kijken.